Nog een live over 10, 9. Nog 8 seconden en dan begint de grootste afgang ever. 5, 4, 3. Je hebt me hier te lang laten zitten, schoonheid. En ook het publiek zeker? Dat nooit. Sorry dat ik zo laat ben, Nadia. Gered door de libel. Nou, ik reken erop dat je die kijkcijfers nu door het dak gaat jagen. Laat dat rood-groen worden. Goedenavond, ik ben Nadia Shamak en dit is Oog in Oog. In onze eerste aflevering zitten hier onze geliefde beschermengelen, Ladybug en Cat Noir. Hallo, dank jullie wel voor dit exclusieve live-interview. Nee, jij bedankt, Nadia. Het is een grote eer. En hallo, trouwe fans. Er zitten vanavond vast duizenden mensen te kijken. Moedig hem niet aan, Nadia, of die kat blijft de hele avond spinnen. Niet naar haar luisteren. Bugaboo is een beetje jaloers. Hé, hey, ik dacht dat we Bugaboo niet meer zouden zeggen, Pussy Mouw. Maar het klinkt zo schattig. Jullie kennen elkaar duidelijk goed, hè? Waar is Marinette? Ze mist alles. Wat is ze allemaal aan het doen? De mensen kennen jullie, maar ze kennen jullie natuurlijk niet echt. Ja, jullie beschermen Parijs, maar verder weten we helemaal niks van jullie. Vanavond hebben we geen geheimen voor je, Nadia. Nou, we moeten natuurlijk wel onze echte identiteit geheim houden. Dat spreekt voor zich. Zullen we beginnen met een paar vragen van jullie grootste fans? Yep, kom maar op. Hallo Belle, wat is je naam en wat is je vraag? Serieus, Nadia? Wie anders zou er als eerste bellen dan moi? Ik ben de meest gerenommeerde fan van Ladybug. Oh, ja, natuurlijk. Hallo Chloe Bourgeois, dochter van onze burgemeester. En vergeet niet dat mijn vader de manager is van het Grand Paris. Het meest luxueuze hotel van de hele stad. Fijn dat je me eraan herinnert. Wat is je vraag, Chloe? Oh, ik heb eigenlijk geen vraag. Ik zeg alleen maar even hoi. Want zoals jullie allemaal weten zijn Ladybug, Cat Noir en ik enorm goede vrienden. Dank je, Chloe Bourgeois. Volgende bel. Hé, ik ben nog niet klaar. Wie gaat jou het recht om? Hallo, Ladybug en Cat Noir. Ik ben Alia en ik wil graag een interview voor mijn ladyblog. Want ik heb veel meer viewers dan Nadia. Wat zeggen jullie ervan? Ja, waarom niet? Lijkt me hartstikke leuk. Dat is echt zo vet. Dank je. Ben ik op tv? Marie! Manon? Waar is Marinette? Ze zegt iets tegen de ouders of zo. Ja, en dat duurt soms best wel lang. Wat gebeurt er, Nadia? Is dit een grap of zo? Bezorg me dat nieuws nu. Ladybug, kijk maar. Een hoop fans zien jullie als een stel superhelden. Maar misschien wel met de nadruk meer op een stel. Wat? Kunnen jullie bevestigen dat jullie aan het daten zijn? Het spijt me, Nadia, maar wij zijn superhelden, dus over dit soort onderwerpen praten wij niet. Miauw! Ladybug krijgt klauwtjes. Wij houden alle Parijzenaars veilig. En het is een kwestie van tijd tot we Havikmot verslaan. Daar moeten we het hier over hebben. Jij zei dat je met spannend nieuws zou komen. Natuurlijk, maar hoe verklaren jullie deze foto's dan? Wat? Wanneer was dat dan? Ik was je aan het redden, niet aan het kussen. Goed bezig. Hou dit vast.